Diana van Kamp, je bent nieuwe coach bij de RWDM Bruis dit seizoen. Hier vandaag al de eerste match, competitiematch in die nieuwe interprovinciale reeks. Op bezoek bij Leo Brukkom. Hoe is het gegaan hier? Ik denk van ons een heel goede wedstrijd. De eerste 15 minuten was het zoeken, zoals denk ik voor alle ploegen op een eerste speeldag. En naarmate de tijd vorderde kwamen we in het spel. Twee goals gemaakt, die werden afgekeurd. En dan geloof je wel en dan voel je wel. We kenden Brukkom ook niet. Zo'n promovendus, dus eigenlijk zijn we een beetje wel verplicht aan ons statuut om die wedstrijd dominant te zijn. We hebben dat gedaan. En de ballen vlogen er uiteindelijk in. En ik denk dat 0-3 een resultaat is dat zeker mooi is. Ik denk dat er ook nog progressiemarge zit op eigenlijk op heel veel factoren. En vandaar, ik ben tevreden met vandaag en we kijken gewoon rustig naar de volgende uit. Ja, het waren wel extreme omstandigheden. Hè? Enorm warm, verschillende drankpauzes nodig. Ook iemand die zou moeten afgevoerd worden naar de kliniek. Vond je het verantwoord om zo te spelen in deze temperatuur? Ik vind dat heel moeilijk om daar een oordeel over te geven. Allee, onze arbiters worden ergens aangesteld om die beslissing te nemen. Het was zeker het randje. Natuurlijk, als winnende coach is het altijd gemakkelijk om nu te praten. Ik denk dat er bij hun mensen waren die er last van hadden. Bij ons ook. Dus in dat geld, ik heb ook moeten wisselen. Doordat er iemand na 20 minuten niet goed was. Dus ik denk absoluut dat het randje was. Maar waar die lijn ligt om af te lassen of niet af te lassen, ik vind dat niet aan mij. Ik vind, we moeten met die omstandigheden omgaan. Gelukkig zit ik nu aan de goede kant van de medaille, want ik weet dat je hier verliest, dan ga je daar altijd een soort van excuus misschien achter zoeken. Dus ik vind dat een heel moeilijke vraag. De arbiter was aan hem en hij heeft gezegd dat we hebben extra drinkpauzes gedaan, dus 4 in plaats van 2. Ja. En oké, ik denk, dat meisje, we zullen zien wat daarmee gaat, maar dat is het enige eigenlijk dat er voor de rest is gebeurd. Dus ik hoop gewoon dat het geen gevolgen heeft en dan oké. Ja. Dat was wel een ploeg die ze zaten op jullie te wachten om een resultaat neer te zetten, hè? Vooraf. Ja, ik denk dat we in deze week al wel wat geluiden hadden gehoord van dat ze alles gingen doen. Dat ze liever 20 matchen verliezen, maar 2 matchen in het jaar willen winnen, dat is tegen ons. Je weet dat leeft. Brukkom, RWDM. Ik ben nieuw, dus voor mij leeft dat eerlijk echt minder. Maar je hoort alle geluiden binnen de club dat hier een onthaal ging zijn, waar het fel ging zijn. Maar ik moet eerlijk toegeven dat het wel fair play was en respect. Dat heb ik zeker gevoeld. Maar in het veld, natuurlijk, die meisjes spelen ook om te winnen. En tegen RWDM is voor hen, omdat we redelijk kort bij elkaar liggen, een beetje extra gekruid. En maar dan moet je mee kunnen omgaan. Dat vind ik niet meer als normaal. Het is er zeker niet over geweest. Het was een fijne match, dus vandaar. Geen enkel probleem. Ja, en de 3 punten zijn binnen. En nu volgende week al tegen Staden. Dat is om 6:00, omdat de hoofdploeg speelt, de RWDM. In het Machtenstadion moeten jullie op de Sippelberg gaan spelen, hè, volgende week. Klopt, maar ik denk dat wij daar vooral nuchter in moeten zijn. Wij trainen elke dag op dat veld, we trainen daar 3 keer per week. Dus dat mag geen verschil maken. Ik denk op Staden spelen is voor ons, naar onze kwaliteiten misschien nog beter. Maar dat wil niet zeggen dat wij nu, uiteindelijk hebben we ook een uitstekend kunstgrasveld op ons trainingsveld ter beschikking. En Staden mag komen. En ik denk dat dat weer een hele leuke pot wordt tegen weer een promovendus die in de voorbereiding toch al enkele resultaten heeft gespeeld. Ik denk aan een niept op Anderlecht en zo in de beker. Dus vandaar verwacht ik weer een goede wedstrijd. En het is aan ons om elke week gewoon niet te veel bezig te zijn op lange termijn, maar elke week opnieuw gewoon ons hartstikke best te doen en te kijken naar de toekomst, gewoon match per match dat op te nemen. En dan gaan we op het eind van de rit wel zien waar we belanden. Oké, ik dank je. Proficiat in elk geval en succes voor het seizoen. Dank je wel. Tot ziens.